Alex Pastoor, jullie winnen van Roda JC de nummer 4 met 2-1. Had jij het gevoel dat vanavond eindelijk het kwartje een keer goed viel voor jullie? Nou, achteraf wel. Als je 2-1 wint met een mooie hectische slotfase, dan kun je dat natuurlijk gemakkelijk zeggen. Maar ik vond over het algemeen dat dit een wedstrijd was op een hoog KKD-niveau. Twee degelijke ploegen, zal ik maar zeggen, die een hele volwassen wedstrijd hebben afgeleverd. En ik vond dat wij niet zo vaak in de eerste helft de bal hadden, maar we hadden het organisatorisch zeer goed voor elkaar. En als we de bal hadden, dan dat aantal keren vond ik wel wat laag. Maar als we hem hadden, dan speelden we vrij aardig voetbal, vond ik. Ja, het was een meeslepend gevecht. Vond je hem uiteindelijk verdiend? Ja, ik zei al, daar gaat het helemaal niet over. Wat is verdiend? Deze sport gaat over dat je de bal in het net moet schieten. Ik denk dat we wat meer gecreëerd hebben dan de tegenstander. Maar je moet ook eerlijk zijn dat de tegenstander op 1-1 een zeer grote kopkans krijgt. In een Vente. Ja, precies. Dus het kan ook die andere kant op. Maar de manier waarop onze spelers deze wedstrijd in de loop van de wedstrijd steeds meer tekeer zijn gegaan, dat heeft me enorm aangesproken. En persoonlijk ga ik voor dit soort wedstrijden naar een stadion. Je trad aan in een 4-4-2 formatie met Jacobs en Pol op de bank. Ik vond Roda eigenlijk in de beginfase misschien wel wat dreigender. En dan komen jullie eigenlijk uit het niets op voorsprong. Hè? Hilteman bedient Duivenstein. Ja, ik vond ze helemaal niet dreigend. Ik vond wel dat ze veel vaker... Een paar schotpogingen. Ja, die kan ik me niet eens herinneren, maar... Die zullen ook niet in het goal zijn beland. Ze hadden wat vaker de bal in de eerste 10, 15 minuten. Maar het was niet zo dat wij kansen weggaven. Dus dat stond goed. Nou, en de manier waarop we die goal inluiden. Bal overnemen, meteen diep spelen. En uiteindelijk nog een goal in twee instanties. Dat is toch wel iets wat ook bij dit voetbal hoort. Ja, maar wederom kon je niet lang genieten van die voorsprong. Ik moest even een beetje denken aan die wedstrijd tegen Eindhoven. Ook een dode spelsituatie jullie tegengoal inluidt. Daar zag je keeper er niet goed uit, denk ik, in de 5 meter. Nee, zeker niet. Maar ook de verdediger niet, die daarbij stond. Er was helemaal geen enkel contact met degene die hem erin kopte. Dat was Barbet. Ja, en dat vond ik sowieso in de eerste helft. Er werden niet of nauwelijks duels gespeeld. Terwijl we de tegenstander wel in die posities gemanoeuvreerd hebben. En op alle momenten dat er wel een duel werd gespeeld. En dat was dan hoofdzakelijk Essayas en in sommige momenten Barbet. Dan kun je er ook meteen uitkomen. Maar als je er niet uit kan komen, dan wend je in ieder geval alle gevaar af. Nou, dat vond ik in de eerste helft veel te zwak. En dat vond ik in de tweede helft goed beginnen en geweldig eindigen. Breng je in de tweede helft reserveur voor Essayas? Roda een aantal keren gevaarlijk. Dat heb je net al even gezegd. Met name die kopbal van Dylan Vente. Ja. En dan ga jij wisselen. Breng je Pauwels onder andere binnen de lijnen en Pol binnen de lijnen. En dan trekken jullie langzaam die wedstrijd... naar je toe eigenlijk? Ja, zoals ik zei, de ploegen waren wel redelijk in evenwicht. Hè? En zonder dat we, ik weet niet wat de verhouding in het balbezitpercentage was, ik denk dat het ongeveer gelijk ligt. Maar wat we vandaag heel goed gedaan hebben, dat is dat we controle over de wedstrijd hielden, ook op de momenten dat we de bal niet hadden. Nou, en natuurlijk, tegenstander heeft voldoende klasse om ook kansen te creëren. En met Vente hadden ze die ook. Ja, en... heel veel grote kans hebben ze niet gehad. Pol, je invaller, maakt dan uiteindelijk 2-1 na een vrije trap. Hè. Die komt uiteindelijk voor de voeten van Brugge. Die wordt gekeerd en dan mag Pol de 2-1 maken. Ja, en dan de slotfase, de hectische slotfase. Krijg jij 2 keer geel nadat Akuyobi er vandoor ging. Daar was jij het natuurlijk niet mee eens dat hij werd afgefloten. Wat gebeurde er nou precies met het onder onsje met Joey Coy? Nee, hij geeft mij geel. Ik denk omdat ik in het veld sta. En we hebben allemaal deze arbitrale fout gezien. En toen hij de gele kaart toonde, zei ik van wat een fout. Dus die 3 woorden heb ik gebruikt. Helemaal niks. Wat een fout. Niks. Wat een fout, ja. En dan moet je eraf. Ja, vol ongeloof denk ik.
Nou, ik zat vol energie. Dus of ik nou voor of achter het hek sta te coachen, dat maakt natuurlijk ook helemaal niet zoveel uit. Het is wel makkelijk aan dit stadion, hè? Dat je eigenlijk gewoon alleen maar even de boarding overspringt en dan vervolgens kan je gewoon blijven coachen. Ja. Nou, maar het is ook helemaal niet nodig. Ik denk, kijk, je krijgt wel eens het idee dat de scheidsrechters, die vandaag overigens uitstekend floot voor de rest, maar helemaal niet in de gaten hebben wat er allemaal op het spel staat, weet je wel. En dan denk ik, ja, het was echt zo overduidelijk dat het geen buitenspel was. En ik vind dat je dan ook mee moet leven. En dat als ik in het veld sta, dan is dat geel. Maar als ik zeg wat een fout, dat is toch geen tweede geel. Houd toch op. Heb je hem nog gesproken na afloop? Nee. Ook geen behoefte aan? Nou, daar is wel aanleiding toe. Ja. Maar goed. Maar ja, het heeft wel consequenties. Tegen Jong Utrecht zal je waarschijnlijk niet in de dugout mogen zitten. Nou goed. We hebben mensen op de bank die zijn zeer capabel om dat te doen. Dus mijn vrouw appt hem al. Dan kunnen we een mooi weekendje weg. Nou. Zit in. Goed. Wel de tweede overwinning op rij. Je zit in de lift. En het zegt denk ik ook wel wat, hè? Dat je Roda kan verslaan. Een ploeg die echt in hele goede vorm was. Nou, jij herinnert je ons gesprek van gisteren nog wel. Kijk, natuurlijk herinner ik me de wedstrijd van vorig jaar die 0-4 eindigde. En toen deden we het ook niet zo verkeerd. Toen stonden we wel op een hele andere manier te voetballen. En dan moet het kwartje ook wel heel snel jouw kant op vallen. Want anders is een ploeg van het kaliber Roda, zowel vorig seizoen als dit seizoen, veel te stabiel en met veel te veel individuele klasse om met rust te laten. Zij verslaan je dan. Nou, en daarom vond ik dit van beide zijden echt een hele volwassen pot. Ik heb er graag naar gekeken en wat onze jongens aangaat, de tweede helft, zoals ze daar en gevoetbald hebben, maar vooral gestreden hebben en gevochten hebben en die overwinning echt letterlijk uit het vuur gesleept hebben. Ja, daarvoor ga ik naar een stadion en dus ik heb een goede avond.